De ontwerpwet geweld en seksuele intimidatie arbeid en de ontwerpwet gelijke behandeling arbeid zijn gisteren in de Nationale Assemblee aangenomen met algemene 41 stemmen. Deze twee wetten zullen alleen van toepassing zijn op de private sector, dus niet voor de publieke sector. Diverse DNA-leden hebben aangegeven moeite hiermee te hebben. Minister Stephen McAndrew van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken is het mee eens dat er nog veel moet gebeuren in ieder geval. In ieder geval werkt de regering naar de volledige implementatie van deze twee wetten. Dit is een proces. We gaan met de college door dit proces heen gaan. We gaan met de relevante stakeholders door het proces gaan. We zullen iedereen betrekken die wat kan betekenen voor de volledige implementatie van deze wetten. Minister Brontës Omoharju van Binnenlandse Zaken haalde aan dat slachtoffers van seksuele intimidatie binnen de publieke sector nu wel worden beschermd door de personeelswet. Als er cases zijn, is het de opdracht aan de directeuren en de ministers om deze met alle zorgvuldigheid aan te pakken en op te lossen, meende bewindsman. Onze overheid gaat met tact en juiste richtlijnen om met betrekking tot de bescherming van de ambtenaren. Voorzitter, er zijn zaken die sowieso beter aangepakt moeten worden. En die bij wet anders geregeld moeten worden, voorzitter. En daarom is het vereist dat wij een jaar uittrekken om wetgeving te maken, gekoppeld aan de wijzigingen van onze personeelswet, die reeds door het parlement zijn behandeld, althans door de vaste commissie van Binnenlandse Zaken. Minister McAndrew zegt dat er is gekozen voor deze optie omdat het gaat om twee gescheiden wettelijke regimes. Namelijk van de publieke sector, welke valt onder publiek recht, en de private sector, welke valt onder privaat recht. In een wetsproduct als deze is het onmogelijk om invulling te geven aan het toepasselijk verklaren van de wet op beide rechtssystemen.